Like deze video als jij het verborgen creeper ei in beeld ziet staan. En misschien als meerdere mensen liken dat hij wel uitkomt. Mijn naam is DutchTuber en vandaag nemen wij een kijkje naar een stuk of 7 nieuwe Minecraft eindbazen die jij waarschijnlijk nog nooit eerder hebt gezien. Als het goed is, zitten ze verstopt hier in deze soort van tempel. En er is een mogelijkheid dat jullie deze omgeving herkennen, want de laatste keer dat ik hier was, heb ik namelijk de Hydra gespawnd via dit altaar. Heb je die video niet gecheckt? Wat is er mis met je? Niks, want je kunt best een keer een video overslaan en dat snap ik, want er zijn andere dingen die belangrijker zijn dan filmpjes kijken, zoals school, eten, drinken, naar het toilet gaan. Als je naar het toilet moet, dan is het makkelijk. Sorry, ik sla weer een beetje door. Laten we er een leuke video van maken en laten wij kijken welke mobs de mapmaker voor mij heeft verstopt. Ik heb een OP bow, ik heb een diamond destroyer. Ik heb trouwens letterlijk veel te veel arrows. Ik heb er eigenlijk maar 1 nodig. Zo goed is deze boog. Hij heeft infinity, dus 1 arrow is meer dan genoeg. En ik heb nog steeds dezelfde epische armor die ik ook had in de video waarbij ik het opnam tegen de Hydra. Jongens en meisjes... Er zitten nieuwe eieren in de kist. Oké, we gaan eens even checken welke we allemaal hebben. Wij hebben de eyeball octopus. Een oogbal octopus. Wij hebben de tethers. Wij hebben de shade howler. Wij hebben de shadow watcher. Het riviermonster. Wij hebben iemand genaamd Tick. Wij hebben Brutus. En wij hebben de... Taurus. Oké, guys. Ik neem voor de zekerheid nog maar een aantal van deze appels mee. Oeh, en ik ben er bijna eentje vergeten. Namelijk de Moldoorn. Jongens en meisjes, ik zou het super gaaf vinden als jullie na afloop van deze video hier beneden in de comments laten weten welke mob jullie het gaafst vonden. En waarvan jullie hopen dat die eens een keer echt wordt toegevoegd in Minecraft. Guys, laten we beginnen met de Tick. Jongens... dit ziet eruit als een insect waar je zo'n spray voor hebt om hem mee te verjagen. Maar wij hebben iets beters dan een spray. Wij hebben een bow! Wow, oké, wacht even. Dit is wel echt super overpowered. Ik wist niet dat ik hem waarschijnlijk met een... 1 arrow en ik heb hem ingemaakt. Oké, laten we eerlijk zijn. Dit is niet echt de mob die we willen. We willen iets krachtigers, iets sterkers, iets wat nog net iets meer verzet biedt. Wij hebben hier de Moldoorn. Oh, wat? Jongens, dit ziet eruit als die slang uit Slither.io. Ik weet niet of jullie dat spel nog kennen, want dat is allemaal alweer een tijdje geleden. Oké, wacht, deze gaan we sowieso proberen in te maken. Yo, dit ziet er serieus uit als een rups. Dit ziet er arrows werken niet. Oké, guys, there we go. Huh? Yeah. Are you serious? Oké, dit is waar ik het over had toen ik zei dat ik meer verzet zou willen en iets meer kracht. Oh jongens, hij is echt super OP. Hij is echt legit super overpowered. I don't know of we deze wel in kunnen maken, want hij gooit mij letterlijk in de lucht. Alsof ik vuurwerk ben. Come on. Hij is gewoon letterlijk arrowbestendig. Mijn arrows, die doen hem helemaal niks. Oké, ik eet voor de zekerheid even een golden appeltje. En there we go. Opnieuw met ons zwaard. Wat moet ik hiermee? Hoe kan ik dit beest inmaken als hij het letterlijk niet accepteert dat ik met een zwaard op hem afkom? Guys, ik denk dat wij hier te maken hebben met een van de meest ruige insecten die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Bel de Discovery Channel, want dit is een showtje waard. Jongens, ik ga hem letterlijk niet in kunnen maken, dus hoe laf dit misschien ook klinkt, ik wil hem inmaken, maar het is onmogelijk. Wij gaan door onto the next one. En dat is, laat ik dit ei trouwens weggooien, en dat is niemand minder dan de oogbal... Octopus. Oké, ik hoop niet dat het letterlijk één groot oog is, want dat zou ik best wel een klein beetje... Blijf van me weg. Oh, ik zei dat je van me weg moest blijven. Oh, jongens, oké, hij is op zich best wel makkelijk achteruit te deinsen met mijn boog. Kijk, zeg maar, tot nu toe hebben we of een mob gekregen die we in 2 keer konden inmaken, met 2 arrows bedoel ik... Of een mob die we helemaal niet konden inmaken. Ik zou graag iets daartussen willen. Iets wat krachtig, sterk en ook best wel moeilijk in te maken is. Maar niet onmogelijk. Like, maar wat is dit? Oké, we gaan er gewoon 3 spannen. Let's go. Oké, snel. Weg. 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 En yes, we hebben ze ingemaakt. Ik moet eerlijk toegeven.
Hij ziet er best wel creepy uit. Ik denk dat je met hem ook never een staarwedstrijdje gaat winnen, waarbij je moet proberen om elkaar in de ogen aan te kijken zonder te lachen of te knipperen. Of in zijn geval kan ik misschien beter zeggen zonder dat je moet huilen, want echt waar jongens, deze is zo ongelooflijk creepy. De volgende die wij hebben, dat is de Shadow Hauler. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar we gaan het checken. Oh jongens! Wat is dat? Wat is dat? Dat ziet er een klein beetje uit als de Crew. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien op mijn YouTube kanaal, maar dat is een heel eng monster wat alleen voorkomt in de donkerste caves in Minecraft. En dit beest heeft er wel iets van weg. Sterker nog, hij lijkt erop. Wat gebeurt er als we in zijn beam lopen? Oh nee! Waarom deed ik dat? Oh jongens, ik weet nu legit meer waar die is. Raak ik hem? Ik heb serieus geen idee of ik hem raak. Oh jongens, oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Yes, we hebben hem ingemaakt. Oké, dus eigenlijk is die niet zo heel erg sterk. En ik weet wel dat als ik een mob met één pijl kan inmaken, dat dat niet per se betekent dat hij slap is. Want mijn bow is gewoon super overpowered. Maar dit is een lastige mob. Want je kunt namelijk amper bij hem in de buurt komen. Want dan word je namelijk verblind. Dus als je verblind bent, zou je gewoon wel in het wilde weg kunnen gaan slaan. Maar dat heeft natuurlijk geen zin. Vooral niet als je met meerdere spelers bent. Want dat wordt een fiesta waar niemand op wacht. De volgende... Jij bent er nog steeds, hè. Jij bent zeg maar... Jij bent die oom die altijd nog 3 uur naar een verjaardagsfeestje blijft. En dat je dan uiteindelijk zegt van... Weet je wat? Blijf maar logeren, want het is toch al middernacht. Oh, jongens, toch. The next one, dat is... de Tedders. Ik heb begrepen dat dit een van de allerengste mobs is in Minecraft ooit. Dus zet je schrap. Het blijft natuurlijk Minecraft, dus het is niet iets waar we echt heel bang van worden. Maar het zou best wel een beetje angstaanjagend kunnen zijn. 3, 2, 1... 3, 2, 1. Oh! Wat? Oh! Oh, jongens. Oh, oh, oh! Oh! Waar is die? Hij is weg. Oh, gelukkig. Oké. Ik was serieus even bang dat hij er nog zou zijn. Oké, dat was creepy. Like, zullen we kijken of we hem kunnen inmaken met alleen het gebruik van een zwaard? Oké, daar gaan we. Jongens. Dit is een best wel eng beest. En ik snap wat mensen bedoelen met de engste mob in Minecraft. Want hij kan zichzelf namelijk teleporteren. Wat ervoor zorgt dat je hem wel ziet, maar ook weer niet. Want hij is daar en daar en daar en daar. En dat is creepy. En dat is iets waar niemand op zit te wachten. De volgende, dat is het riviermonster. Is er toevallig ergens water? Want ik denk sowieso dat het wel belangrijk is dat als het een riviermonster is, dat we hem ook echt in de buurt van een rivier spannen. Als jij nou zou moeten kiezen en er zou één nieuw Minecraft monster bij mogen komen in Minecraft. En jij mag kiezen of het een water, een vuur of een aardemonster is. Waarvoor zou jij dan kiezen? Spam het in de comments hier beneden. Water, vuur of aarde? De reactie die het vaakst is gespamd is de winnaar van de chat. Oké, daar gaan we jongens. 3, 2, 1, go. Oké, dit is een echte eindbaas, want hij heeft namelijk een health bar. Ga weg! Guys, er gaat letterlijk geen leven bij hem af. Of een heel klein beetje maar. Oh, deze is OP. Oh, deze is OP. Oké, ik ben best wel benieuwd wat er gebeurt wanneer hij mij aanvalt. Zou hij zelf ook een speciaal soort attack hebben? Het heeft wel iets weg van het monster van Loch Ness, maar alleen een ander soort alleen een ander soort figuur. De volgende is de Shadow Watcher. Oh! Oh! Wat? Oh jongens, hij heeft één groot oog. Hij heeft... moet hij in het oog schieten, denk ik. Oh joh, wat? Daar is die? Daar niet meer. Daar is die? Daar niet meer. Oh jongens, oké, ik kan hem ook letterlijk niet raken. Oké, dit is echt een mega uitdaging. Are you still? Oké, luister. Ik weet eerlijk gezegd, wat heeft hij gedropt? Een emmer. Hij heeft een emmer gedropt. Oké, dit was echt heel erg creepy, want soms zag ik hem wel. En als ik dan iets naar boven keek, dan zag ik hem dus gewoon letterlijk niet meer. En... alleen dan op een manier, zeg maar. Daar is niemand op te wachten. Like, it's just creepy, man. De Tauros. Oh! Oh my gosh. Jij bent de allergrootste noobmob die ik ooit heb gezien. Hij heeft zichzelf gewoon ingemaakt met zijn wither effect. De Brutus. Oh, oh! Het komt door mijn armor, is het niet? Mijn armor is zo sterk dat een mop er alleen maar tegenaan hoeft te lopen en hij is af. Als jij nou één van mijn armor gedeeltes zou mogen hebben, zou je dan de helm, de chestplate, de broek of de schoenen willen hebben? Spam het in de comments hier beneden. Guys, dit waren een stuk of 7 nieuwe eindbazen waarvan ik denk dat het awesome zou zijn dat ze in Minecraft worden toegevoegd. Ik weet niet zo snel welke nou echt mijn nummer 1 voorkeur heeft.
Of tenminste, ja, ik denk die worm. Zeg maar, die worm die had het meest epische uiterlijk van allemaal. Gewoon letterlijk een megaslang. Alleen kon je hem niet inmaken. Dus daar zouden ze iets op moeten bedenken. En dan zou dat misschien wel mijn favoriet zijn. Maar voor nu... Ja, die oogbal-octopus was ook wel gaaf. Vonden jullie niet? Alleen, nogmaals, een staarwedstrijdje... Ga je er nooit van winnen. Dus dat is lastig. Bedankt voor het kijken. Abonneren kan heel gratis beneden. En als je op de abonneerknop hebt gedrukt, verschijnt er automatisch een belletjespictogram. En als je daarop drukt, dan krijg je automatisch een... Dat klinkt niet zo, maar dan krijg je een notificatie van wanneer ik weer op jouw beeldscherm te zien ben. Bedankt voor het kijken. En ik schel nog even in de kelder hier beneden, voordat er nog meer mobs komen. Tot de volgende keer. En adios. Sst.